Hier is een speciale uitzending van de sloep. Mijn sloepenleven begon in Amsterdam met een interboot. Dat was mijn allereerste sloep. Dus daar heb ik jaren in gevaren in Friesland. En toen ben ik overgestapt op de Jan van Gent. Wilde ik toen de boot echt voor de sloep echt voor het huis hebben liggen. Ja, dat in Amsterdam is dat de uitnodiging aan zwervers en al vrienden van de zwervers om dan vroeg of laat in jouw boot terecht te komen. En zeker heb je dan nog een Jan van Gent, die heeft een stuur die eruit steekt, hè? Dus die ook een keer uitnodigt om dan eens een keer gezellig aan te gaan hangen en zo. Dus ja, dat risico vond ik te groot. En toen heb ik deze Van Vossen laten bouwen. Als je verpest bent door Jan van Gent, dan is alles wat daarna komt. Dus, Jan van Gent is natuurlijk mooi breed, je zit heerlijk. Goede verhouding met waar je in de stuur zit en de mensen die dan daarheen zitten en zo. Dus dat is, ja. Ik zou graag zien ook dat de gemeente de laadpalen voor de auto's, dat ze die ook een derde in gang geven. Zodat je daar ook een boot kunt opladen. Dat zou ideaal zijn. En dat lijkt me technisch geen groot probleem. Want er zitten nu twee uitgangen op. Nou, je kunt aan de zijkant ook nog een uitgang maken. Dus mijn oproep aan alle gemeenten is, daar waar er laadpalen staan langs de grachten of langs het water, zorg ervoor dat ze ook voor een boot aan de zijkant beschikbaar zijn. Kleine moeite. En je kunt een heleboel mensen maken daarmee blij. Friesland is een Eldorado, alleen al de Friese meren. En ik woonde in Friesland, woonde ik ook aan het water met mijn eigen haven. Ja, dus als ik s'avonds thuis kwam, dan kwam ik zo even het water op en liet ik me gewoon drijven op de Koevoordermeer. Dan ga ik precies mijn Grietkanaal aan de andere kant overheen. Dus ja, dat deed ik dat s'avonds, dan lag ik tot 7 tot 9 heerlijk alleen maar een beetje te drijven. Of je kon erop uit in het weekend. Ja, en wat dat betreft ben je natuurlijk knetter verwend als je in Amsterdam, als je in Friesland hebt gewoond. Ja, een mooi deel van het land voor bijna de sloep is er niet. Je kunt overal aanleggen. De gemeenten hebben fantastische ook aanlegplaatsen gemaakt op hele mooie plekken. In stiltegebieden en zo. Dus ja, het is werkelijk een Eldorado voor de sloepenliefhebber. Ik heb gisteren iets heel raars gedaan, want het was heerlijk weer hier. Toen dacht ik, ja, ik wil vandaag eigenlijk even varen. Maar eigenlijk alternatief, mijn eigen boot heb ik geen zin. Bang dat het dan niet goed gaat. Zo. Dus dat had ik geen zin. Want ik ga een elektrisch bootje huren. Dus ik kijk even waar elektrische bootjes zijn duur. Dus ik pak de fiets en ga naar een plek waarvan ik dacht dat ze waren ze niet. Dan was er een eentje verderop, maar het was wel zo'n rondvaartboot die ik voortdurend, flagship, die voortdurend rond zie trekken. Ja, ik ben gek, ik ga niet zo'n elektrisch bootje huren, moet ik daar willen. Dus ik zei, ik ga voor 19 euro geen rondvaart maken langs mijn eigen huis. Met een glaasje spa. Dus ik stel dat tegen die kapitein, dat is een raar verhaaltje, ja. Het is nog ergens, straks passeer je in mijn huis en straks passeer je in mijn bootje. Ja, varen met die Jan van Gent in Friesland en wat voel je dan eigenlijk? Mijn jaren als commissaris van de Koningin. Daar ben ik zo'n 9 jaar geweest. Dat waren mijn meest gelukkige jaren in mijn leven. Waarom? Vanwege de natuur in Friesland. Je hebt de meren, je hebt de Friese eilanden. Je hebt de prachtige bossen ook in Friesland. Weinig bekend, maar je hebt ook prachtige bossen. De functie is prachtig. Eigen taal, eigen cultuur. Ik woon daar een prachtige boerderij aan het water. Ik kon heel veel familieleden en vrienden ontvangen. Je had ieder weekend was er wel een groot festijn te vieren, of dan scootjesielen was, of het vierljeppen, of de kaatsen. Dat was geweldig veel te doen, dus dat waren mijn meest gelukkige jaren in Friesland. En als je dan zo 's avonds, als na een drukke dag, als je dan je sloep pakt en je vaart dan het Koevoorde op, dan in dat geval dan toch een glaasje wijn erbij en je doet de motor uit en je laat je gewoon drijven. En ja, dan denk je, wat is mooier een leven dan hier in Friesland op die Koevoorde rustig rond te dobberen en om je heen te kijken.